Hi, goeiedag. Welkom bij een nieuw filmpje. Welkom terug. Welkom als je nieuw bent. Ik wilde Anton laten zien, maar die wil niet. Deze look heb je al vaker gezien. Het is niet anders. Ik neem vandaag meerdere filmpjes op. Ik heb mijn leesbril. Ik heb een colaatje. En ik heb een bakje met nieuw geprobeerde producten van de maand juni. Ik weet niet of ik alles echt in een filmpje heb laten zien. Maar een hoop dingen wel, denk ik. Allereerst heb ik de Revolution, de Smoky Icon Palette. En dan krijg ik dat natuurlijk weer niet open. Dan zit gelijk erg met mijn nagel in. Dat is deze. Dit is een palet niet helemaal naar mijn zin. Niet helemaal waar ik voor zou gaan. Maar vooral dit. Vind ik erg mooi. Het ziet er mooi uit. Beetje rosé goud. Het is wel plastic, maar het voelt echt wel stevig. Ik heb een paar keer mee opgemaakt. En de matte kleuren hieronder zijn echt helemaal prima. Er staat pressed powders. Maar ja, dat mogen wij gewoon gebruiken in Nederland. Bij één kleur staat er... Oh, dit kan je eraf halen. En dan? Oh, en dan niks. Dus nu heb ik het losgetrokken en dan niks. Bij één staat er een sterretje. En wat betekent dat? Oh, dat is een pressed powder. Oh, dat is niet voor je ogen geschikt. Daarom zit het in de oogschaduwpalet. Nou, maakt niet uit. Vervolgens. Ik ben nu met deze Revolution Baking Powders. En ik gebruik normaal Translucent of Lace. En nu hebben ze een Rose en een Peach. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Vooral de peach is erg mooi. De rose is misschien, als je heel licht bent, iets te donker. En ik zou er niet mee onder mijn ogen, want dan krijg je echt zo'n roze gloed. Maar ja, deze prima aan het gebruiken. Ik vind ze echt wel heel fijn. Dan heb ik ook de Loose Setting Powder van de Boozy Shop. Absorb Oil en Lock in Makeup. Ja, meer is het gewoon niet. En het is niet een... Het is translucent. Ja, het is eruit. Maar niet een witte poeder. Is dit de allerbeste poeder ooit? Nee. Is de slechte poeder? Nee. Dat. Ik heb nog meer poeders. Ik heb op... Er overal zit poeder, dus ik ben alles aan het afwegen. Oké. Ja, daar zijn we. Het is heel raar weer. Het wordt ineens bewolkt buiten. Ja, ik weet het ook niet. Dit is de losse poeder van Maybelline Fit Me. De Loose Finishing Powder in de kleur 05 Fair. En ja, dit is ook niet een witte poeder. Ik moet zeggen, het is de beste. Weet ik niet. Maar het is een hele fijne poeder. Fijn in gebruik bedoel ik dan. Dan heb ik de Wet n Wild Photo Focus Translucent Poeder. De Loose Setting Powder. Ja, die heb ik. Wederom, die is dus niet wit. Dus, want ik heb met witte poeder vaak dat je dan zo'n witte waas achterhoudt. Ja, dit is een fijne poeder. Ik had de Elf Power Crib Dewy Setting Spray. Je moet je schudden, want het is een twee-fase product. En er staat op: Get the makeup grip and dewy finish of your fave Power Grip Primer. Now in an ultra-fine bi-phase setting spray. Infused with 5% aloe plus hyaluronic acid, squalane en green tea seed oil.
Shake to activate, then spray over face from 6 inches away. Keeping eyes and lips closed. Apply pre-makeup to prep skin or post-makeup to set. Ik heb die andere niet, die Power Clip. Want ik hou niet van sticky primers. Dit is wel oké. Okay. Ja, dit is wel oké. Okay. Shockingly fine mist. Nou, dat is waar. Ik heb het gevoel dat ik hier 1,5 uur moet sprayen voordat er iets op mijn gezicht komt. Dit is echt... Zie je dat? Ik hou meer van de tuinslang sprayen. Dan heb ik de Essence 5-in-1. Nee, dit is de Wet n Wild 5-in-1 Essence Primer Liquid. Smooth conditions, refines pores, balances and prolongs make-up. Dit. Het flesje is niet zo groot. Maar het is serieus alsof je water op je gezicht smeert. Maar het doet wel wat. Want het refines pores, ja inderdaad. Of het de rest doet, weet ik niet. Maar het voelt heel licht, fijn, waterig. Op je gezicht. Ik doe meestal 4 of 5 druppels. En dan... ik vind echt dat het hier blurt vooral. En het voelt gewoon heel mooi. Ja, heel licht op je gezicht. Alsof je echt niets op je gezicht hebt. We gaan verder. Met de Revolution Pro Dewy Glaze Serum Highlighters. En dan heb ik de Peach Glow. En de Golden Glow. Ja, ik vind de peach mooier, als ik heel eerlijk ben. Ik weet niet of ik het nu kan laten zien. Ik heb hier ook niet een doekje. Er zit er wel wat op. En ik had ze natuurlijk weer dichtgedraaid na het gebruik. Ja, nou die golden is ook echt wel mooi hoor. Dit is de golden en dit is de peach. Zie je? Het zijn hele mooie, hele fijne highlighters. Ik absoluut een aanrader. Ja, zeker. Dan heb ik 2 foundation producten. De Wet n Wild Bare Focus Niacinamide Skin Tint. With Hyaluronic Acid. En Peony Extract. Nou, peony is volgens mij een pioenroos. Dit is de verkeerde kleur. Light Clair. Ik heb nu Fair in mijn mandje zitten bij de Boozy Shop. Dus deze ga ik niet meer gebruiken. Want de kleur is gewoon niet goed voor mij. Maar het product was oké. Okay. Dit is de Refuel Skin Matching Serum Foundation. Unifies skin tone and plumps in Very Light. Dit is eigenlijk hetzelfde als de L'Oreal... Serum Skin Tint. Hoe heet het? Het is op hetzelfde flesje. A light flawless skin coverage with nude finish. Unifying. Brightening and plumping effect. Shake well before use to activate. Dit is een mooi. Dit is echt heel mooi. Dit is echt heel mooi natuurlijk op je huid. Licht gewicht. Geeft een licht tot medium dekking. Dit is echt. Ik ken het merk niet. Ik heb er inmiddels ook een getinte zonnecreme van gebruikt. Die heb ik nu op. Die komt nog, denk ik, dit filmpje. Maar deze is echt, deze is echt meer dan prima bij de Boozy Shop. Uit de betaalbare categorie. Dan heb ik van Revolution de Juicy Peptide Lip Balm in Spice. Dit is de een na donkerste. Ja, er komt ineens heel veel uit. Dit is de kleur. En deze ruikt lekker. Ja, heel fruitig. Maar niet zoet.
Vind ik tenminste. Ja, dit is een hele fijne lipbalm. Lipgloss is het eigenlijk. Heeft ook een mooie shine, zie je dat? Ja. Ja, 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 ja. Ik had van... Juk aan mijn neus. Kruisvat, de Flawless Finish Fixing Powder 4-in-1. Fixing, Blurring, Mattifying en Sweatproof geprobeerd. Ik weet niet of hier... Ja, hier heb ik het dingetje in laten zitten. Deze is wel iets minder gekleurd dan bijvoorbeeld die van de Wet n Wild die ik net liet zien. Maar niet spierwit. Ultralichte textuur met viervoudige werking. Perfectioneert de make-up en geeft een soft focus finish. De transparante poeder zorgt ervoor dat de make-up langer meegaat. Egaliseert de huid en absorbeert zweet en olie gedurende de dag voor een langdurig mat effect. Inderdaad, en hij blurt ook echt wel. Met al deze poeders geldt, maar met deze niet speciaal. Omdat hij wat lichter is. Of die backflash geeft met een foto maken, dat weet ik niet. Want wij... Ik ben niet zo foterig. Dus. Dan had ik van Kruidvat ook nog deze keer de Sunny Side Up. Die heb ik al een keer geprobeerd. Maar dat was 010 kleur. En dit is de 030 kleur. Golden Tan. En die is veel beter voor mij. Kijk eens hoe mooi neutraal deze is. En helemaal niet heel donker. Maar dit is een hele mooie neutrale poederbronzer. De Glow Bronzing Powder. Ja, de Glow weet ik niet. Het is niet heel mat. Het is meer een beetje een... Ik zou dan eerder zeggen een satin. Maar ja, dit is een echt een hele fijne, hele mooie kleur ook voor mij. Ik zie nu een appje voorbij komen. Dan, ik film op mijn telefoon. En dan zie ik ineens zo in mijn beeld hubby. Dat is dan Dennis natuurlijk. Mijn hubby. Met allemaal kusjes. Dan heb ik van Catrice. Dit is de Catrice Generation Joy. En daarvan heb ik een lippotlood in de kleur C02 Real Rosewood. Dat is dan dit. En ik vind hem eigenlijk een tikkie te roze. Vergeleken bij de lippenstift die daarbij hoort. C02 Real Rosewood. Dat is deze. En die is echt, echt, echt... Heel mooi, heel fijn, heel draagbaar, heel chic als je hem op hebt. Echt, echt een mooie lippenstift. Het lippotlood, ja, is ongeveer dezelfde kleur, misschien één tintje lichter. Anton. Hij is laatst natuurlijk gegrepen door een herder en nu is hij wat waakzamer. Daar komt hij. Hallo. Ja, niemand heeft daar zin in als jij gaat blaffen. Nee. En de kindjes mogen gewoon buiten spelen. Ja, oh, hij zit nu bij me. Hij is nu 9 maanden oud. En hij is heel leuk. En de stofzuiger is ook klaar. Dan kwam ik in een bakje. Ik heb een bakje met allemaal nog ongebruikte make-upjes die ik ooit vergeten ben en zo. Een blusher tegen van Apieu. De Juicy Peng Blusher. In de kleur, nou dat staat er allemaal in Chinees op. Volgens mij is dit aquave. Het zal zoiets zijn. Met zo'n nagellakkwastje. Deze is een hele mooie natuurlijke blush. Vond ik heel fijn. Ik hou van liquid blushes of in een potje. Ik hou niet zozeer van een stick. Maar dat is meer aan mij. Van Kruidvat heb ik ook nog. De Shimmer. Oh nee. Ja, de Shimmer Swirl Lip Gloss. Dat is deze. Nou, die hebben we ook bij Catrice gezien natuurlijk. En bij andere merken. Ook dure merken. Die zijn hiermee begonnen. Dit is deze. Het is een hele lichte nude kleur.
Maar heel fijn. En ik moet zeggen, ik heb hem toen een keer opgedaan. En toen heb ik met Wessel koffie gedronken. We hebben een broodje gegeten. En toen moest ik hem wegbrengen. En toen zaten we in de auto. En echt uren later voelde ik het nog. De glans was wel een beetje weg. Maar ik voelde het product nog zitten, zeg maar. Dus in die zin is het best heel langhoudend. Dan heb ik de Wet n Wild Mega Glow Lip & Cheek Color in Coral Dream. Dat is deze. Dat is deze. Vond ik als blush in ieder geval heel fijn. Sorry, soms ben ik ineens heel verkoud. Dat ben ik niet, maar dan schiet ineens mijn neus vol. Als lipproduct weet ik het niet. Dan heb ik de Wet n Wild So Defined Volumizing and Defining Mascara. Ik hou wel van die gebogen borstjes, maar niet van het siliconen. Ik ga hem opmaken, maar is het mijn favoriet? Nee, ik vond hem niet zo geweldig. Hij deed en ik hoef niet zo heel veel mascara te hebben. Het moet een beetje de krul vasthouden en een klein beetje volume geven, vind ik dan wel fijn. Als het een klein beetje spinnenpootjes geeft, vind ik dat op zich niet erg. Als er maar niet van die dikke spinnenpoten worden. Hij deed het allemaal niet voor mij. Dus, geen aanrader. En dan had ik nog een minietje. De Mina The Color Mascara in bruin. Ja, idem dito. Het is een gedraaid siliconen borsteltje. Waarvan de haartjes verdacht zacht zijn, moet ik zeggen. Doet het iets? Nee, niet in het bijzonder. Maar dit is handig en dit gaat in mijn tas. Want ik vind het altijd handig om een klein mascara dingetje bij me te hebben voor in mijn tas. En dan heb ik nog de Wet n Wild Color Icon in Gold Whip, een 5 pen palette. Ja, meer staat er niet op, 5 pen palette. Echt. Ik weet niet wat ik heb, maar dat ligt aan mij de laatste tijd. Ik krijg het gewoon niet open. Ik hoop dat je het zo een beetje kan zien. Ik vond het een fijn paletje. Het is voor mij een beetje hetzelfde als die van Catrice. Een beetje in die categorie valt het. Prima mee te werken, prima ook mee te maken. Je kan het wat lichter houden, je kan het wat donkerder houden. Het is een mooie mix. Je kan hier verschillende ooglooks mee maken. En wat dat betreft denk ik dat dit geen dure aankoop is. Wet n Wild is ook altijd goed goedkoop. Dit waren de nieuw gebruikte producten in de maand juni. Ik doe alles terug. Dan kan het weer mee naar boven. Dan kan ik het opruimen. En dan roteer ik het op een gegeven moment in mijn everyday bakje. Zo werkt dat bij mij. Ik ga het proberen en dan als het bevalt, ook als het niet bevalt hoor, dan komt het komt een keer in mijn everyday bakje. En dan eigenlijk besluit ik dan of ik het terug doe in mijn stash of dat ik het apart haal om weg te geven of weg te doen of zo. Dit waren de producten. Ken jij ze? Heb jij ze? Wat vind jij ervan? Laat me weten in de comments, vind ik leuk om te lezen. En anders zie ik jullie graag bij de volgende. Dankjewel voor het kijken. Doei!